draai. Ja, ja. Ik ga rijden met de vrouw naar Kleven. We hebben vlakbij Kleven. Ja, ik ben er wel in geweest. Een dikke wandeling gemaakt, 1 kilometer of 15. Ja. Ja, dat was, daar zijn we ook al even mee bezig. Dat is natuurlijk ook gemakkelijk, toch? Hoe kwam je daar zo bij? Had je er iets te zoeken? Een evenement of zo? Of, ja, geotoestand? Geocursus. Het was wel een evenement hoor. Er stond daar was een middeleeuwse markt op het naburige klooster. Oh, leuk. Dus hebben we al gezien. Het was zo druk en de hemel betalen om binnen te komen. No, ja, ja. Het is leuk om het te zien. Afstand en een beetje muziek van die middeleeuwse gepinkel, zeg maar. Ik ook veel punt, maar hij staat voor de garage voor een nieuwe ketting en zo. Dus dat, ja. 7 kilometer stond op de tempo voor. Ja, je mag meerijden. Je mag ja. 7 kilometer. Ja. Dat is super nieuw. Ja. Mooi, man. Stadsbus, zeg maar. Als ik hier de AVB zou moeten halen op zo'n motor, dan, dan rij je alle pion bij de korte, korte stukjes. Ja, ja. Zo erg dan? Ja, hij is best wel. Hij gaat lekker in de bochten hoor, maar echt korte werk is lastig. Ja. Zei je het laatst van, je moet er een magnesium nokker doen. Dat is gewoon honken. Ja. Keukentrapje gesodemieterd. Nee, ik heb hem in mijn hoofd gestoten. Toen maak ik vanaf schrik zo'n beweging dat ik mijn rug verrekte.
voordat je maatje wordt, dan is het wel weg. Ja, dan zeg ik altijd, oh, heb je plannen? ik ken iemand die een meisje is geworden. Natasja, heb je dan? Ja? Heb je dat opgenomen, Natasja? Natasja, de Natasja. Het komt regen aan, ik ga niet met mijn dochter rijden. Ja. Dus, dan niet. Ja, om 3 uur zou er een spatje kunnen vallen. Ik vind het ook wel een leuk gezicht. Je krijgt mij de boom niet in hoor. Ja, maar... mij wel, maar ik heb het één keer gedaan. 1,15 meter hoog. Tenminste, het punt waar je moet zijn. Dat is heel pittig, zeker als je het de eerste keer doet gewoon verkeerd. Dan loop je te trekken en sleuren en dan kom je nou van hoog. Ja, nee. Alles wat een grotere afstand is dan een diep soepboord, dat is al... Ja, bij mij is het even zo, ik durf bijna mijn soep niet op te eten, want dan wordt het te diep. Nee, je bent ook gek op die hangbrug in Duitsland, ga je ook zo overheen? Ja, laat mij dan maar lekker, als het een beetje zwaait is dus hier... Nee, als ik die foto zie, begint alles al te draaien. Een systeem, een hele boom. Ja, deskam. Een foto moet maken. Hoi, Martin. Ik kan foto's meer maken. Ja, ja. Dit is, Oh ja. Ja, dat kan ook. Ja, dat had ik ook, alleen dat geeft windvang aan de helft. Ja, dat merk ik niet. Nee, okay. Maar ik vond het wel op een gegeven moment. Ging het hangen ook. Ik wil er niet meer uit.
Morgen. Hoi. Hoi. Ik denk iedereen komt te kijken. Ja, ik ben de enige. De Valentijn zegt dat hij dan een zwart pak helemaal vol met hartjes, een soort maatpak kunnen leggen. Maar die zat dan onder zijn motorpak, nu heeft hij hem erover gegeven. Binnen de 3 weken rijden, want dan zijn ze bij de garage. Oh, ja. Je moet het hele jaar doorrijden. Ik rij in ieder geval 1 keer in de week, 2 keer in de week in ieder geval. Ja, dat is ook het beste voor ze. Je hebt geen druppel later nodig. Nee. Je is ook nog nooit op een gaat. Nee, dat is gerust. Nee, bij mij ook niet meer aan. Na 4 jaar zei de Jacu toch van, nou doe ik het niet meer. Ja, staat hij altijd. Thank you.
Wat is dat? Handvat. Huh? Handvat. Oh. Ja. Ja, het zit er hier. Ja, ja. Dat wil wel inderdaad. Als je het hier aan laat staan, dan ben je snel klaar met jokken. Ja, maar als het contact af zit, dan is het gelijk uit ook. Ja, nee, als je niet over contact zit. Ja, bij mij wel. Dus. Ja, voor mij ook. Ja. Dat zegt heel een beetje stroom. Je betaalt die 12 voor een 5. Ja, het is niet dat het veel gebruikt. In een paar weken pakt hij die af. Ja, precies. Hoi. Hey. Welkom. Bas. En jij blijft achterop zitten? Ja? Ja.
De 1000 gepakt? 57. Weer 57? Ja, dat kan ik me voorstellen. 1000 is, ja. Het zou op zich wel kunnen, ik bedoel, maar het is allemaal binnen doorweggetjes en allemaal, ja. Ja, dan moet je echt als eerste start en als laatste binnenkomen. Ja, dit, dan kom je nog een keer van die evenementen tegen, als je in Groomshoop of zo, als je in carnaval komt, dan kom je nog een keer tegen. Ja. Maar ik denk, laat het mooi zitten. Ik denk, ik kan niet dit jaar, ik kan niet meer mee, weet je wel. Ik heb gekeken voor de 300, maar die kan ik niet vinden. Voor 250, hè? Dat lukt me op een of andere manier. Er komen allerlei pagina's terecht, behalve dus bij de afstand die... 250, 500. Iemand die zei, die toen ze daar mensen registreren, die moest uiteindelijk 250. Pittig genoeg omdat alles binnen door is. Er zit heel weinig grote weg in. En, ja. Ja, maar toch wel leuk om te rijden. Ik kom mensen tegen onderweg. Ik denk maar ook bij Apeldoorn. Ik zit heel dat motor heen en weer rijden. Dus ja, je rijdt de route en dan je rijdt zo en dan moet het uit de kont raken. Dus het gaat de hele dag aan het door. Maar toch wel mooi. Zo alle facetten van Nederland bewijzen. Bij ons dan van Limburg ging het tot een beetje het punt bij Stadskanaal. En die de 1000 hadden, die ging het echt tot uit huis aan. Tot echt de kop. Ja, er zijn er wel. Die hebben echt alles uitgebied. En die zeggen, oh, daar gaan we eten. Daar gaan we dit. Als die niet open is, gaan we daar naartoe. En als we zo laat gaan rijden en we rijden met die snelheid, dan kunnen we dat halen voor die tijd. Dan zijn ze nog ja, dat moet ook wel, want anders is het niet te doen. Bonbons, die gaat naar Gerrit. Maar hij mag niet meedoen, hè? Lid van de organisatie. Oh ja, dat is waar ook. Maar ja, meedoen. Nou, in dat geval weet ik. Kijk je zo en dan kijk je misschien met je ogen, kijk je zo terug.